Vrijwilligerswerk is ongelooflijk vanzelfsprekend in Nederland, maar eigenlijk is dat natuurlijk niet zo. En moeten we iedere dag koesteren dat er zoveel mensen zijn die zich vrijwillig inzetten voor onze samenleving. En als ik dan toch één ding specifiek meeneem, dan is het de enorme betrokkenheid van alle mensen die hierbij bezig zijn. En ook de vrijwilligerscentrales overal in Nederland, hoe we die kunnen gaan versterken. Dat is echt ontzettend belangrijk. Het vrijwilligersontbijt inspireert me altijd weer, omdat er een voortgang in die maatschappij zit. En je kunt ook aan jezelf meten wat je nou van vorig jaar meegenomen hebt. En deze keer heb ik weer gezien hoe belangrijk het cement is van al die mensen. Want vrijwilligerswerk is menswerk. En als die mensen willen integreren, dat hebben we ook een voorbeeld van gezien. Maar als die mensen meedoen in de samenleving, of als vrijwilliger, of als degene waarvoor je het doet, dan krijgen we een betere maatschappij. Prachtig. Ik ben hier voor de derde achtereenvolgende jaar op het Nationaal Vrijwilligersontbijt. Dat is echt een hartstikke leuke sessie. Als Kamerlid krijg je gewoon impulsen. Ik heb zojuist aan een tafel gezeten waar onder meer werd gesproken over energiecorporaties en hoe bedrijven vrijwilligers kunnen inzetten. Nou, dat past helemaal bij mijn portefeuille in de Kamer. Ik doe economische zaken en klimaat. En ja, ik heb hier wel weer wat ideeën meegekregen die ik in de Kamer over het voetlicht ga brengen. Dit was mijn tweede vrijwilligersontbijt hier in Den Haag als Kamerlid. Maar ik heb ook gemerkt dat het vrijwilligersbeleid ook vaak lokaal georganiseerd wordt. En ik zou tegen gemeenten willen zeggen, tegen bestuurders, gemeentebestuurders, laat een beetje los. Zorg ervoor dat vrijwilligersbeleid niet alleen maar, dat vrijwilligers niet worden opgeschreven met alleen maar regels, met regelgeving, waardoor evenementen soms aan zulke enorme hoge eisen moeten voldoen. En dat is voor vrijwilligers niet waar te maken. Ze willen gewoon met volle passie willen ze hun werk doen en geef ze die mogelijkheden. Werp geen obstakels op. Dat zou mijn boodschap zijn aan alle bestuurders in Nederland en vooral de lokale bestuurders. Beste politici en andere aanwezigen, we moeten het over mijn schoonmoeder hebben. Mijn schoonmoeder heet Henny en u kent haar niet en dat is logisch, want daar heeft ze helemaal geen tijd voor. Mijn schoonmoeder is 73 jaar. Dat is dezelfde leeftijd als die van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die overigens wel betaald wordt voor haar werkzaamheden in het nationaal belang. Trots kondigde ze een tijdje geleden aan dat ze had gesolliciteerd naar een nieuwe baan. En een week later was ze aangenomen. Het was een prachtige positie. Ze ging helpen bij het opzetten van een nieuwe afdeling in een verpleeghuis. Volgens een heel modern nieuw concept. En ik vroeg naar haar salaris. En daar deed ze een beetje schimmig over. Dat is een normaal verschijnsel in de top van de zorg, waar managers nog steeds naar geitenpaadjes zoeken om uit te komen onder de balken en de norm. Omdat mijn schoonmoeder heel eerlijk is, vertelde ze me de waarheid. Er was geen salaris. Er was ook geen financiële ruimte om haar een reiskostenvergoeding te betalen. Mijn schoonmoeder ging voor niks, nada, noppes, werken in een verpleeghuis. En dat noemde ze vrijwilligerswerk. De serieuze vraag is waarom mijn schoonmoeder wordt afgescheept met een etentje. En daar bent u, Tweede Kamerleden, mede verantwoordelijk voor. Want het idee dat we leven in een participatiesamenleving is hier in Den Haag ontstaan. Bij de uitnodiging om hier te komen ontbijten vanochtend schreef de organisatie: het is een lieve lobbybijeenkomst. En dat is nu juist het probleem. Mijn moeder wil geen mantelzorgcompliment. Mijn schoonmoeder wil geen etentje met collega's. Ze willen serieus genomen worden. Ze willen geen handige bezuiniging zijn. Ik had eerst 5 vrijwilligers vanuit Facebook. Maar ik belde mijn moeder op. Ik zeg, ma, hoe zit het met jouw buurvrouwen? Jullie kletsen toch altijd met elkaar? Ik zeg, kan ik jullie niet een beetje activeren? En ze vroeg haar buurvrouwen. Ik heb nu mijn moeder, die eindelijk ziet wat ik doe op mijn werk, met haar 4 andere vriendinnen. En wat het allermooiste is, ik heb 5 Nederlandse vrouwen en ik heb 5 Somalische vrouwen. En die gaan met elkaar in gesprek. En die kracht van vrijwilligerswerk, die onderschatten we af en toe. We verbinden mensen, we brengen culturen bij elkaar en we leren elkaar beter kennen. Ik had mijn moeder nooit zo zien lachen tussen allemaal Nederlandse vrouwen. En dat heeft me toch heel veel gedaan. Ik doe mijn werk met heel veel plezier. Op de Brennerswal als boswachter. Gewoon betaald, niet als vrijwilliger. En in mijn regio werken we met 4 betaalde krachten en 320 vrijwilligers. Bij onze organisatie, Brabants Landschap, provincie breed, werken ruim 3,
3000, ik dacht ongeveer 3200 of 3400 vrijwilligers in totaal. Dat is hartstikke veel. Het merendeel van ons werk gebeurt dus door vrijwilligers en ik heb daar elke dag mee te maken. Eigenlijk alle vrijwilligers komen bij ons binnen omdat ze enorme passie voor natuur hebben. Ik zie de laatste jaren meer jonge vrijwilligers komen, mensen die soms zelfs een drukke baan hebben en daarnaast vrijwilligerswerk willen doen, maar daar niet altijd ruimte voor kunnen vinden. Ik denk dat daar nog wel slimme oplossingen voor te bedenken zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld ook mensen die een tijdje niet in het arbeidsproces kunnen deelnemen. Op het moment zijn er 3 politieagenten die bij me vrijwilligerswerk doen, die iets fysiek mankeren of mentaal, omdat ze zwaar werk hebben. En die zoeken dan een stukje rust en die willen ook vanuit een stukje idealisme iets in de natuur doen. En die doen bij ons vrijwilligerswerk, komen daar als het ware weer een beetje op adem en op krachten en kunnen dan weer in het arbeidsproces terugkomen. Zo'n grote organisatie van vrijwilligers runnen, dat vraagt ook gewoon mankracht en organisatie. Mijn broer die zit in het zakenleven en die zegt, jij hebt 300 mensen lopen, in mijn branche loop je dan met een stropdas en een grote leasebak. Maar wij moeten dat erbij doen. En dat is hartstikke mooi, dat is hartstikke leuk, ook inspirerend voor ons. Maar wel belangrijk dat het gebeurt en dat er organisaties zijn die dat kunnen doen, zodat vrijwilligers aan de slag kunnen. Wat ik terughoor van de Kamerleden is dat ze het een heel inspirerend ontbijt vinden. Dat ze veel informatie en nieuwe ideeën hebben gehoord van de organisaties. Dus ik zou zeggen, tot volgend jaar.